Jong AZ nam het maandagavond op sportcomplex De Kalverhoek op tegen FC Den Bosch. De belofte kende een slechte reeks van 3 verliespartijen op rij. En overwinning was daarom meer dan welkom. Vlak voor tijd leek die overwinning er dan toch te komen. Freddy Drijf mocht in de 85ste minuut aanleggen voor een penalty. Maar hij miste. Freddy Drijf komt niet tot 2 treffers. Dat de man of the match kunnen worden met 2 goals voor Jong AZ. Als je vlak voor tijd de kans hebt om de wedstrijd toch naar je toe te trekken. Penalty. Ja, en Freddy is in wezen altijd een zekerheidje. Dan denk je, nou, deze wedstrijd die gaat onze kant op. Maar helaas, hij wordt gestopt en blijft het bij een punt. Freddy scoort ze normaal altijd, dus we hadden alle vertrouwen in hem natuurlijk. Maar ja, volgende neemt hij ook gewoon weer, denk ik. Maar ja, het is gewoon zonde dat we die dan zo weggeven eigenlijk. De 19-jarige Oosting was met een goal en een assist wederom belangrijk voor de belofte. Vorige week was hij al tref zeker tegen Almere City. En ook tegen FC Den Bosch bewees de jongeling zijn waarde. We zijn er hartstikke blij mee. Goed voor het rendement en zo. Maar uiteindelijk wil je toch die 3 puntjes, denk ik. Ik had liever een goaltje of assist ingeleverd voor 3 puntjes. Maar dat hadden we al eerder aangegeven. Dat Thijs goed in zijn vel zit. Zich prima ontwikkelt. En je ziet dat heel veel minuten maken ook voor hem. Ook betekent dat hij die ontwikkeling goed door kan zetten. En ik ben blij voor hem dat hij met de kop scoort. Want hij heeft gisteren nog een half uur na de training met voorzetten geoefend. Dat hij elke bal was weliswaar van de andere kant, maar dat maakt niet uit. Hij heeft er wel nog even extra op geoefend. En dan lekker dat hij binnenkomt. Oosting is ambitieus en geldt al jaren als een belofte op De Kalverhoek. Dat hij nu geregeld in de basis mag starten, is een beloning voor zijn harde werken. Hij is ook goed in zijn intensiteit voor ons team. Hij werkt hard, hij maakt meters, hij geeft ons diepte. En hij pakt een goal mee, dus dat is zeker belangrijk. We trainen bij Jong AZ natuurlijk met een vaste groep. En er komen altijd jongens van 1 bij die dan niet spelen. Dus het is altijd even afwachten op de wedstrijddagen. Dus in dit geval mocht ik er weer staan. Dus ik vind het is wel fijn van de trainers te horen dat je toch eerste keus bent als jouw plekje open ligt. En dus wil hij dit seizoen goede cijfers neerzetten om zich in de kijker te spelen bij het eerste elftal. Oosting terug op Drijf en daar is de 2-1. Natuurlijk, je stelt altijd doelen voor jezelf. En ja, ik hou in ieder geval dit geval altijd mijn minuten en zo bij. Puur voor de statistieken. En ja, ik wil uiteindelijk wel, als ik gewoon zoveel mogelijk wedstrijden ga spelen, wil ik sowieso wel boven die dubbele cijfers komen qua goals. En assist hopelijk ook. Maar dat zou een goed rendement zijn. Je bent niet zomaar tevreden? Nee, zeker niet. Ik ben nog een jong AZ natuurlijk. Ik moet naar AZ 1. Dus daar ga ik mijn best voor doen.